Stand van zaken betreft ongeluk op de Waddenzee, jaarlijkse zeeliedenherdenking en het Grieënproject is afgerond. Welkom allemaal bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 29 oktober 2022. Naar aanleiding van het tragisch ongeluk op de Waddenzee van vorige week vrijdag spraken wij met burgemeester van Terschelling Carolien van der Pol over wat er tot nu toe bekend is. Mevrouw van der Pol, we zijn ruim een week zijn we verder. Wat is er allemaal gebeurd afgelopen week? Nou, het mogen bekend zijn dat vorige week vrijdag de verschrikkelijke aanvaring is geweest tussen de snelboot en de watertaxi. Waarbij 2 mensen zijn overleden, 2 mensen zijn vermist en 4 gewond zijn geraakt. En de 2 vermisten zijn helaas nu na ruim een week nog steeds niet gevonden. Ondanks alle intensieve zoekacties van de hulpdiensten. Ja, want ik heb begrepen dat er vandaag komt er weer een hoop vrijwilligers. Die komen op kwats naar het eiland. Een man of 15 en die gaan vrijwillig gaan ze weer het strand afzoeken. Klopt, dat is het team van Search and Rescue, de SAR. Dat zijn professionals die hun vrije tijd zoekacties georganiseerd uitvoeren. Vorige weekend zijn ze op vrijdag of zaterdag en zondag op het eiland geweest. En van de week zijn ze een dag geweest en ook nu komen ze weer. Ik heb begrepen dat er nu gewacht is een paar dagen, dat de kans op het vinden op dit moment wat groter is dan een paar dagen geleden. Dat is inderdaad zo, wat niet betekent dat er een paar dagen niet gezocht is. Maar het is een iets wat luguber technisch verhaal wat iemand van bijvoorbeeld KNRM of Rijkswaterstaat wat beter zou kunnen uitleggen. Maar de kans dat men na een week wel gevonden wordt omdat men letterlijk boven komt drijven is groter. Dus deze dagen zijn echt cruciaal. Ja, begrijpelijk. Dan zijn er ondertussen natuurlijk ook het een en ander aan onderzoeken gestart. De tijger die is in Harlingen is er bekeken. Is er al iets bekend over de toedracht van het hele verhaal? Nee, er is nog helemaal niets over bekend. En ik verwacht dat ook niet binnen een paar weken. Want er zijn, ik weet niet hoeveel puzzelstukjes die op zijn plaats moeten vallen. En ook ik hoor de geruchten, zoals iedereen dat hoort, over snelheid en verlichting en communicatie met elkaar. En had je daar wel of had je daar niet moeten zijn? Dat zijn aannames, dat is gissen. De beste stuurlui staan aan wal. Ik blijf daar verre van. Ik denk dat we het onderzoek door de autoriteiten moeten afwachten. En pas de uitkomsten van dat onderzoek kunnen we gebruiken om conclusies te trekken. Maar laten we nu zeker ook uit piëteit met de slachtoffers en hun nabestaanden gewoon niet wild gaan gissen. Dat is echt niet oké. Nee. Hoe staat het op dit moment met de nabestaanden? Er zijn in de gemeente Waadhoeken en de gemeente Heerenveen herdenkingsbijeenkomsten geweest. En de gemeente Leeuwarden, daar woonde ook een slachtoffer. Maar dat was de man van Kroatische afkomst. En die is inmiddels naar Kroatië gegaan. Ik heb nauw contact met mijn collega's in de verschillende gemeenten. En natuurlijk ook met families. Maar in eerste instantie loopt dat via de collega's al daar. Maar vorig weekend is er inderdaad wel een aantal familieleden van een van de vermisten naar het eiland geweest. We hebben wel hier vanuit het gemeentehuis een team nazorg opgericht. En dat eerst is natuurlijk de behoefte van de nabestaanden, van de familieleden. Wat hebben jullie nodig? Want we hoorden ook hier berichten over, moeten we niet een stille tocht organiseren? Maar daar gaan wij niet over. Wij menen in eerste instantie dat de familie aan zet moet zijn. Maar er moet ook nazorg zijn voor de hulpverleners. Want ook wat zij hebben meegemaakt is toch best wel heel erg heftig. Ja, hoe staat het eiland erin? Is er betrokkenheid vanuit het eiland? Ik zie veel auto's tussendoor op het strand. Ja, het is bijna vragen naar de bekende weg. Ik denk dat dit wel erin gehakt heeft bij onze inwoners. Iedereen kent wel iemand die erbij betrokken is of die aan boord zat 's morgens van de sneldienst of familie van of kennis van hulpverlener. Ik zie gewoon, ik proef waar ik al kom, dat iedereen ontzettend meeleeft. En ja, dat is mooi om te zien. Ik weet dat er eilanders zijn die 's nachts om 3 uur wakker worden en denken, nou ik ga toch nog maar even een rondje langs de kust rijden, wie weet. Ja. Dus laten we hopen dat de vermisten snel gevonden worden. Ja. Hoe erg het ook is, maar voor de familie zou dat heel fijn zijn. Zeker, zeker. Dank u wel. Dank je wel. Ook ligt er op het gemeentehuis een boek waar iedereen die dat wil zijn of haar gedachten kan opschrijven en steun kan betuigen. Zoals elk jaar is de zeeliedenherdenking rond deze periode. Door alles wat er gebeurd is vorige week is deze herdenking natuurlijk extra beladen. Jan Berghuis, voorzitter zeeliedenherdenking. Ja. Een jaarlijks gebeurtenis, maar dit jaar wel met een heel zwart randje.
Ja, net als iedereen zijn wij volledig overvallen door het verschrikkelijke nieuws wat zich verleden week in het Schuitengat afgespeeld heeft. Het toeval wil dat het samenvalt met de jaarlijkse zeeliedenherdenking. En ondanks dat wij hier eigenlijk geen rol in organiserende rol in vervullen of kunnen vervullen, hebben we toch gemeend hier toch wel aandacht aan moeten besteden. Want we hebben ook, we verwachten eigenlijk ook wel mensen die hierop afkomen naar de herdenking met deze ramp in hun achterhoofd houdend. Uiteraard, ja. En jullie herdenken dit elk jaar en waarom is dit zo belangrijk? Nou, het is belangrijk dat het is niet alleen het herdenken van de mensen die op zee omgekomen zijn, maar het is ook een stuk geschiedenis en de jeugd wordt hier ook in betrokken van de basisscholen. Van Riga naar Amsterdam. Het schip is op een rots gelopen bij de Zweedse kust en werd totaal stuk geslagen. In het huis het dichtst bij de zee worden mensen gekregen. Ze liepen naar het stap met dat uit. Door de duisternis zag niemand iets van het gestrande vaartuig. Het was noodweer. Wij vinden het erg belangrijk dat de historie, de Schellinger historie, zeker die zo nauw verbonden is met het maritieme, met alles wat op zee afspeelt, dat doorgegeven wordt aan de volgende generaties en dat het niet verdwijnt en dat die herinneringen ook niet blijvend vervaagd zijn of worden. Ja. En hebben jullie elk jaar hebben jullie dan ook een thema aan het zeeliedenherdenking? Denk ik? We hebben elk jaar een wisselend thema en wat dan gekoppeld is aan een interactief programma voor de basisscholen groep 5 en 6. Wat Geesje en Marianne en Jannie en Astrid verzorgen. En de kinderen hebben dat, en daar is dit ook aan de orde gekomen. Deze ramp is ook besproken en dat hebben ze. Ja, dat heeft niet alleen op ons, maar ook met iedereen. De hele Schellinger gemeenschap heeft het indruk en impact gehad. En daar is het behandeld. En dit jaar is de ramp, wat eigenlijk helemaal niets met dit van doen heeft natuurlijk. De Voska Helena, het Schellinger vrachtschip wat in 1876 bij Zweden vergaan is. Een mooie herdenking in ieder geval dit jaar. Omdat het allemaal actueel is, extra opkomst. Ja, emotioneel ook, denken we. Emotioneel beladen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, de rauwe rand die er is. Ja, met een echt zwart randje. Mag ik jullie in ieder geval een hele mooie herdenking wensen en fijn dat jullie dit doen. In het Terschelling TV journaal van zaterdag 8 oktober vertelden wij u dat wij het rekeningnummer van Terschelling TV tot iedereen zijn beschikking stelden om een bijdrage over te maken voor een grafsteen voor Peter van Riessen. Inmiddels kunnen wij jullie mededelen dat er al een mooi bedrag van €860 is binnengekomen. Samen met de donaties die binnen zijn gekomen via de kerk kan er een mooi grafmonument voor Peter komen. Wij willen iedereen bedanken voor jullie hartelijke bijdrage. Op dinsdag 25 oktober was er iets bijzonders te zien, namelijk een gedeeltelijke zonverduistering. Sietse Schouwstra maakt hier een prachtige foto van en wij spraken hem hier ook nog even over. Goed Sietse, we mochten jou bellen als er wat bijzonders was. Ja. Dan zag ik van de week een prachtige foto op je Facebookpagina van een heel bijzondere gebeurtenis, de zonsverduistering. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen voor de mensen die niet weten hoe dat werkt? Nou ja, het is eigenlijk heel erg eenvoudig in een paar zinnen. De zon die draait er niks anders over elke dag een keer, ergens op aarde. Of de maan draait ergens op aarde tussen de zon en de aarde. En dan krijg je ergens op een bepaalde plek een verduistering. Want ja, hij geeft schaduw op dat moment, de maan. En dat was in dit geval weer bij Nederland, dat je kunt precies zien. Het was net een klein hapje eruit. Ja. Als je net een stuk uitgegeten, maar het is gewoon schaduw van de aarde op de zon. Ja, dus we zitten eigenlijk gewoon in de schaduw. En nu is er een klein hapje uit. Hè? Is het ook wel eens zo dat de zon helemaal weg is? Ja. Dat gebeurt ook. Ergens op aarde is dat alweer een paar keer gebeurd natuurlijk. Ik weet niet precies in wat voor cyclus dat hier voor Nederland geldt.
ik meen dat ik ergens geleden had in 2028 of zo weer in Nederland bijna een totale zonsteruitzending zou zijn. Oké. Okay. Maar ik pin me er niet op aan. Nee, dat moet iemand dan maar even op Google opzoeken. Ja, en die hap die er nu uit is, hoe lang was dat te zien? Nou ja, dat gaat heel langzaam, hè. De hap wordt steeds dieper en op een gegeven moment wordt die weer minder diep en dan gaat die weer terug. Die zon die draait verder natuurlijk, of de maan draait verder. Dus die hap die is bijna ook, wordt ook steeds minder diep. We hebben wel de almachtige mazzel dat wij voor deze foto, en hier met name in het noorden, had je die stratusbewolking. En dat geeft een soort filter. En anders namelijk die... is dit, die zon veel te fel en dan krijg je een grote witte vlek, nou, daar kan je ook niet. En dan kan je er ook niet naar kijken. Nee, want nee. Deze kon je goed zien met zonnebril. Ja. Hey, naast de zonsverduistering hebben we ook wel eens een maansverduistering. Ja. Is dat ook zo zeldzaam als dit? Of? Ja, volgens mij is dat even zeldzaam of even niet zeldzaam. Want ja, het draait allemaal constant om elkaar heen. Ja, alleen dat werkt anders, hè? Die maansverduistering. Ja, dat werkt wel anders. Zie je de maan zie je elke alleen een ring erom buitenom. Dat, je ziet het wel vaker, maar ik heb geen idee. Moet ik hier bekennen wanneer dat weer zover is, hoor. Oké. Okay. Want, want bij maansverduistering, dan zit de aarde tussen de zon en de maan in. Precies. Oké. Okay. Daar werkt hij de schaduw over de maan. Nee. Ja, hij is wel zonsverduistering. Heeft dat ook nog invloed op het weer? Nee, het heeft wel invloed op de natuur. Omdat het gewoon een paar graden, een x-aantal uren een paar graden kouder wordt. Ja. De bloemen die gaan denken van wat is dit, wat naakt die gaan dicht. Sietse, je maakt ook altijd prachtige foto's van het poollicht. Ja, dat is echt ons ding. Ja. Ik vind dat fenomenaal. Komt, kijk, ik kan het deze foto wel goed zien. Dit groene, dan zie je echt wel die spiralen die omhoog gaan. Kijk, het is jammer dat hier eigenlijk een wolkenband hing. Want hier zie je al die sterren ook weer. Ja. En anders was hij waarschijnlijk helemaal zo wel gegaan. Want dat was KP6. Nou, dan kan je het hier goed zien, hoor. Ik heb er ook een keer gestaan. Nou, naast jou denk ik en naast Albert. Ja. Maar ik vond de foto's die jullie maakten, zagen er toch mooier uit dan dat het in werkelijkheid was. Ja, het is goed te zien. Fotografisch is het natuurlijk. Maar jullie gebruiken wel de langere sluitertijd, denk ik. Hè? Ja, meestal was het rond 15. Ja, vandaar. En een hele lage ISO-waarde, iets van, of een hele hoge bedoel ik, iets van 800, 1200 ISO. Ja. En ja, je moet hem wel dichtknijpen. Die vraagt mij helemaal openzetten. Hm. En je moet een statief natuurlijk. Ja. Hey, Sietse, hoe kan het nou dat... want op de eilanden, lees je ook wel eens... is het beter zichtbaar dan eigenlijk de beste plek om dit te zien in Nederland... zijn de Waddeneilanden. Je hebt hier geen lift vervuilen. Nee, dat is de hele eireet. Ja. Als je op de afstand daar kan staan... dan zie je het bij wijze van spreken net zo goed. Alleen dan heb je de pech als je vuurtorens vervliegen aan de verwelling op. Ja. Nou ja, en die geef je bij jezelf al. Die geef je wel machtig op veel licht. Hier staat er gewoon niks voor. En de licht, wat zei je, geen lichtvervuiling? Nee, dat is het. Kunnen we dit binnenkort ook nog verwachten? Nou, ik zat net even, er zijn appjes voor, hè. En dan moet je, de app is poollicht.be, dat is een Belgische site. En die geeft, als het extreem is, dan gaat hij wel piepen. Even het appje downloaden en dan kan je precies zien wanneer het op de Schelling zichtbaar is. Ja. Ja, nou hartstikke goed. Sluiten we daarmee af. Sietse, vanavond was je trouwens ook te zien met een prachtige regenboog bij RTL4, ja, zag ik. Ja, ik zag het ook net, ja. Nou, wat dat betreft, die weerfoto's worden allemaal wel overgenomen. Ja, nou leuk man. Ja. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Mocht je vanavond richting Oostrent gaan, dan zal het je opvallen dat het extra donker is. Alle buitenverlichting zal uit zijn in het kader van Nacht van de Nacht. Een landelijk initiatief waarmee men aandacht vraagt voor de lichtvervuiling. De ondernemers uit Oostrent organiseren dit weekend excursies... waarmee je zelf deze duisternis op een bijzondere manier kunt beleven. Dat we achter de Dwarsdijk een enorm natuurgebied hebben, dat weten we allemaal. En in dat natuurgebied ligt... De Grieën, een stukje buitendijkse Schelling.
4 eendenkooien, rustplaats en broedgebied voor vogels, een waardevol stukje erfgoed en bovendien erg mooi. Een traject van 8 jaar is gisteren afgerond om het ook mooi te houden voor nu en voor de komende 50 jaar. Een delegatie van belangstellenden en betrokkenen verzamelde zich bij de Dwarsdijk. De paarden staan te trappelen, op naar de grieën voor tekst en uitleg. Het project was eigenlijk het herstel van dit prachtige, buitendijkse, unieke kweldergebied met een rijke cultuurhistorie. En dat is een project en dat is al de afgelopen 8 jaar is dat bezig geweest. En wat zijn de dingen die jullie aangepakt hebben? We hebben allerlei zaken aangepakt. Ik noem even een paar dingen. De infrastructuur, de begaanbaarheid van het gebied is aangepakt. Alle prikkeldraad is zoveel mogelijk het hele gebied verwijderd. Er zijn nieuwe rasters gemaakt. De dammen zijn verruimd. Duikers zijn hersteld. Het hele watersysteem is hersteld. Om aan de ene kant het zoetwater goed vast te kunnen houden, met stuwen onder andere. Aan de andere kant het zoutwater goed kunnen afvoeren, omdat dat heel schadelijk is voor de elzenzingels. En op plekken zoals hier, bij de derde kooi, daar hebben we maatregelen genomen dat het zoutwater ook wat langer kan blijven staan op die plekken waar je bijzondere habitats hebt. En dat is allemaal gelukkig. Is dat geslaagd. Dus het is een beetje de delta werken in het klein hier op de bosplaats. Daarnaast hebben we de kooidijken grondig kunnen herstellen. Ja. Dat hebben we vooral te danken aan de gemeente Terschelling. Die hebben ongeveer 12.000 kuub klei ter beschikking gesteld. Staatsbosbeheer die heeft ook nog grond ter beschikking gesteld. En zo hebben we die dijken allemaal op plus minus 4 meter plus NAP kunnen brengen. Het project was eigenlijk in 2013 was er een probleempje, een groot probleem. Want in de decemberstorm van 5 december was het hier echt alle hens aan dek. Veel paniek, de dijken braken bijna door. En we hebben eigenlijk net op tijd dit project kunnen realiseren om te voorkomen dat het culturele erfgoed zoals de kooien ter ziele ging. Toen zijn de ogen goed open gegaan. Toen hebben we binnen de begroting hele grote wijzigingen kunnen aanbrengen. Met medewerking van het Waddenfonds, de hoofdsponsor. En toen hebben we dus gelukkig ook aan die dijken heel veel geld kunnen besteden. En die zijn nu naar de huidige normen zijn die opgehoogd? Ja, nou die hebben op plus, ruim plus 4 meter boven NAP. Dus daar is voor dit gebied, zijn we dan de komende 50 jaar... zijn we best wel veilig. Okay. En jullie hebben natuurlijk enorm je best gedaan om het gebied mooi te maken. Het is ook weer een kwetsbaar natuurgebied. Het is de bedoeling dat er mensen deze kant op komen die hiervan genieten. Of rijmt dat allemaal een beetje? Nou weet je, dat is nou eigenlijk de kunst om dat toerisme in goede banen te leiden. En wandelaars en fietsers die gewoon over de zandpaden gaan, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Maar bijvoorbeeld, we hebben hier net gehoord bij de derde kooi, dat we dan toch vaak mensen krijgen die dan langs het wat lopen en die dan denken, het wordt een beetje moeilijk hier, nou dan loop ik maar even naar die kooi en dan lopen ze over de kooidijk en dat zijn eigenlijk helemaal ongewenste dingen. Ja. Ook zijn er natuurlijk, is hier een soort gemeenschapsweide, het Opke van Siepkes bosje. Nou daar is van oud her hebben de eilanders altijd hun gezellige dagen en feestjes. Barbecues, de feestjes. Daarvan is ook gezegd, maar dat moet niet zo zijn dat mensen dan allemaal gaan overnachten en dat daar overlast ontstaat. Vooral dan ook weer voor de tweede kooi, hè? Ja. De Jan-Willemskooi. Want dat is gewoon heel vervelend. Ja. Maar als mensen nou heel erg geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze de kooi bezoeken? Hoe kunnen ze deze informatie tot zich krijgen? Hier zijn geen bezoekkooien, dan moeten ze naar de Hoornenkooi. De Hoornenkooi is echt een bezoekkooi. Ja. En natuurlijk kan er altijd dingen georganiseerd worden. En er zijn natuurlijk ook wandelclubs die ook vertellen over dit gebied en ook wat over de eendenkooien. En met name Staatsbosbeheer is daar actief in. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die komen alles aan de weet. We hebben wel goede infoborden kunnen zetten nu. Dus waar een stukje algemene informatie staat en wat we eigenlijk wenselijk vinden in dit stiltegebied. Ja. Want het is ook een stiltegebied. Ja. Ja. En het is ook bijvoorbeeld aan de Wadkant is het een hoogwatervluchtplaats. Ja. Dus daar moet je allemaal proberen rekening mee te houden. En ja, dat vergt ook wat kennis bij de mensen. Ja, dat snap ik. Een goede balans zoeken dus tussen mens en natuur. Precies. Mag ik jullie in ieder geval heel veel plezier wensen met wat jullie hebben gerealiseerd. Ja, dankjewel. Oké. Volgend weekend vindt de 25e Berenloopmarathon plaats op Terschelling. Veel hardlopers komen naar het eiland voor dit fraaie en zware parcours. Ik sprak met Willem Gerrits een weekje voordat het Berenloopweekend begint.
Willem Gerrits, volgend weekend begint de Wereldloop. Eindelijk weer in normale toestand, hoop ik. Bijna normaal. Bijna. Ja, klopt. Ja. Maar we staan op een plek, want hier is volgens mij de start en de finish. Dat klopt, ja. Dat is veranderd. Ja. De start en finish zijn dit jaar op een andere plek. Ja. Dat moest vanwege veiligheidssituaties van de veiligheidsregio Friesland. Mochten we niet meer door de Torenstraat, niet meer starten en niet meer finishen. Dus die hebben we moeten verschuiven. Ja. Nou, veel is het niet. Het is ongeveer 100 meter verder dan de originele situatie. Ja, want normaal starten ze daar dan en dan lopen ze hier langs. Normaal eind Torenstraat, nu hier voor de brandweergarage is de start. En ook de finish en dan de andere kant op. Oké. En de rest van de medailles, t-shirts, dat gebeurt daar wel, hè? Ja, alles gebeurt nog steeds op het Torenplein. De finish komt vanuit de Panassiaweg. En de medailles zullen hier uitgereikt worden naast de toren. En ook de verzorging en alles is verder op het Torenplein. Oké. En hoe zijn de voorbereidingen tot nu toe? Want het is al bijna natuurlijk. Ja, het gaat goed. We hebben deze week nog weer een vergadering gehad. En volgende week de laatste vergadering met het bestuur en dan nog met allerlei commissies. Ja. Maar de Wereldloop is vol. Uitverkocht? Alleen de hele marathon nog een paar plaatsen, maar kleintje Wereldloop, 5 en 10 en de hele en de halve zijn verder redelijk vol. Ja, en om wat voor aantallen praten we dan? Bij de 5 en de 10 kilometer bij elkaar 2000 personen. Lopers, deelnemers, jeugdloop zitten nu ongeveer op 200, 210. En de halve marathon 42, 4300. Okay. En de hele marathon nu op zo'n beetje 750. Ja, dat is veel. Heel veel, gelukkig. Ja. Ja. Zin in? Ja, zeker. Mensen zijn de Schelling nog niet vergeten, dus we hebben er zeker zin in. Ja. Ja. Nou, dan wens ik je veel succes met de voorbereiding nog en dan zien we je volgend weekend. Ja, tot volgend weekend. Dankjewel. Dankjewel. Terschelling is de koploper wat betreft de kosten van bouwleesjes. Dit zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag. De coalitie van VVD en Plaatselijk Belang hadden al in het coalitieakkoord laten opnemen dat dit anders moet. Over 2021 was er een meevaller van 3 ton. Dit wil men inzetten om de kosten extra te verlagen. Er is tijdens de raadsvergadering een wetswijziging ingediend door de coalitie om de kosten met terugwerkende kracht over 2022 aanzienlijk te verlagen. Ook over 2023 zullen de kosten lager zijn. Men streeft naar een structurele verlaging van 25%. In 2023 werkt de gemeente bovendien samen met de gemeente Harlingen. De wetswijziging is unaniem aangenomen door de hele raad. Het is dus nu goedkoper geworden om een eigen huis te bouwen op Terschelling. Gezien de hoge woningnood is dit een gunstige ontwikkeling. De wijzigingen in het bestemmingsplan voor de tunnelloods is definitief. Er zijn geen nieuwe zienswijzen ingediend en dit betekent dat er weer een nieuwe belangrijke stap is gemaakt naar de verbouwing van de tunnelloods. De tunnelloods gaat het komende jaar omgebouwd worden tot een multifunctioneel belevingscentrum waarin onder andere het verhaal van de natuur en cultuur van Terschelling een plek zal krijgen. Een van de eigenaren van Brasserie de Mandaren stond al op Michels lijstje voor Torenpraat. Deze hebben we nu naar voren getrokken omdat Jan de Wit zijn Torenpraatafspraak compleet was vergeten. En Jan de Wit houden jullie dus nog te goed. Torenpraat in deze editie. Eline de Boer. Goedemiddag. Eline, welkom. Ja, je bent even snel uit de zaak gehaald. Ja, dus het is allemaal even een sprong even in het diepe. Spannend, ja. Dat maakt helemaal niks uit. We beginnen altijd bij het begin. Jij bent hier op het eiland geboren. Klopt. Waar ben je geboren? In Formeren ben ik geboren, toen in Midstand gewoond en toen bij mijn ouders in Kienum en zelf naar West verhuisd. Je woont nu hier op West? Ik woon hier op West. Oké. Nou, dat wordt nog interessant, want aan het eind krijg je een dilemma. Ben ik benieuwd waar je voor gaat kiezen? Dat is voor straks. Ja. Heb je je hele leven op het eiland gewoond? Ik heb mijn hele leven op het eiland gewoond. Ik ben even voor school naar Sneek gegaan, 3 jaar. Heb mijn koksopleiding gedaan. Ja. En toen weer naar het eiland. En ik hoor van heel veel mensen van het eiland, die hebben dan best wel een hoop heimwee en kunnen niet snel genoeg weer terug. Hoe was dat bij jou? Ik vond het heel erg leuk aan de Wal. Ja? Ja. Net weer wat anders. Ik vind het hier fantastisch, maar ik vond het aan de Wal ook net zo goed leuk. Maar goed, het was 2 jaartjes. Het was je opleiding. Het was te overzien, ja, hè? Was te overzien. Was te overzien. Hey, dan heb je een koksopleiding gedaan. Ja. En dan kom je terug naar het eiland. Kon je direct als kok ook aan het werk toen? Ik had mijn laatste stage heb ik bij de Groene Weide gedaan.
heb ik nog een zomer in de bediening gestaan. En daarna kreeg ik mijn huisje hier, een kamer, achter de HEMA. En ja, dan heb je alvast inkomen nodig. Dus zo kwam ik bij de brasserie aan de gang. Ja. Nou, en dat is meer dan 10 jaar geleden en daar altijd gebleven eigenlijk. Ja, want jij doet nu samen met Thomas, doe je de brasserie? Ja, dat hebben we sinds april hebben getekend. En draaien met z'n tweeën. Maar jullie kenden elkaar niet echt, toch? Nee, we kenden elkaar van gezicht wel. En we hebben een paar keer met elkaar gesproken. Maar dit is zo spontaan ontstaan, omdat ik al heel lang met Wouwen mee bezig was. En toen kwam Thomas erbij, omdat Marleen zijn vriendin, dochter van Maarten Siel, die was zwanger, die wou graag naar het eiland. En zo zijn wij samengekomen en het gaat heel erg goed. Dus jullie zijn een goed team? We zijn een heel goed team. En hoe gaat het nu met de brasserie? Je werkte er al. Dus ja, je kent ik werkte er al. Het is hartstikke druk en het is leuk en we doen het goed. Dus we zijn allebei heel blij. Ja, nou, ik hoor goede dingen. We hebben ook wel eens bij jullie gegeten, dus het was ook erg lekker. Ja. Een van de dingen die nu spelen zijn de culinaire Waddenweken. Dat klopt, daar doen we ook aan mee. Daar hebben jullie ook een mooi menu voor gemaakt. Ja. Wat hebben jullie op de kaart gezet? We hebben als voorgerecht een bietencarpaccio met fenugreek schaapkaas. Dat komt hier vandaan. En veldsla en gefrituurde prei. En als hoofdgerecht hebben we eendenborst met stoofpeertjes, aardappelfondant en een jus van knolselderij. Dus veel van hier. Klopt. En dat is ook het onderdeel van de culinaire Waddenweken. Ja. Er zit en lokaal en de 80-20. 80-20, ja. Dat is voor ons eerst wel een beetje lastig zoeken. Want wij zijn natuurlijk een heel ander bedrijf daarin. Ja. Soms zitten nu ook wel mee dat ze vinden, het stukje vlees is wel wat klein. Maar ja, dat is nu de hele bedoeling van. We hebben er ook op de kaart staan. Ja, er kan ook naast je mensen zitten die een kilo sperms wegeten. Ja, nee, maar goed, dus iedereen heeft natuurlijk zijn keuze. Maar het is goed dat we ermee bezig zijn. En als kok zijnde, doe je veel met lokale dingen? Ja, het liefst wel. Soms is het natuurlijk wel wat lastig. Omdat je zit verschillende tijden van het jaar en wat je wel niet kan krijgen. Maar we zijn er wel altijd mee bezig. Ja. Wat vind jij nou het mooiste gerecht om te maken? Ik werk liefst met wild. Met wild? Ja. En wat voor wild? Reeën, herten, zwijnen. Ja, vind ik het mooist om zelf uit elkaar te halen. En van het begin tot het einde zelf te verwerken. Het is leuker dan gewoon een vacuümzakje open trekken met je stukje vis of vlees erin. Nee, dat is geen eer aan te balen natuurlijk. Dus, je wil er wel iets van maken. Ja, en dat kan nu mooi in de tijd van het jaar, want we zijn natuurlijk ook een massabedrijf. Nu kunnen we eigenlijk weer dingen doen die je echt leuk vindt. Ja. Nee, ik merk wel dat je hebt er echt plezier in. Ja, dus ik vind het superleuk. Dat is echt hartstikke mooi. En dan ben je hier op het eiland opgegroeid. En wat is nou jouw mooiste plek op het eiland? Mooiste plek? Dat je echt zegt van dat is nou, als je iemand het eiland wil laten zien, waar moet hij naartoe? Ik vind de Grie heel mooi en bij mijn oma achter bij de Koegewiek. Daar heb je een heel mooi stuk duin, wat helemaal ook naar binnen loopt. Dat vind ik echt de mooiste plek. Lekker rustig. Ja. Ja, helaas is wel mooi. Dus, ja. Maar alles is eigenlijk wel mooi, dus wat moet je echt kiezen? Dat is lastig. Ja, dat is het moeilijke van het eiland. Hè. Dus, er zijn heel veel mooie plekken. Ja, de Bosplaat vind ik altijd heel mooi. Kom je er nog wel aan toe? Om daar naartoe te gaan? Ik hoop straks wel, maar het schiet altijd een beetje mee de laatste tijd natuurlijk. En heb jij, je zus is collega van mij. Ja. Die is helemaal gek van vogels. Heb jij dat ook? Of? Nee, ik was vroeger altijd alleen maar met beesten bezig. Alleen niet wat minder, maar nu is het omgedraaid. Ja. Nu is Leni van de natuur en de vogels en alles. Jij kookt de vogels. Ja, ik ik werk met dooidieren. We staan inmiddels alweer aan het eind van de straat. Ja. Nou, ik zei al, dat gaat altijd heel snel. Dus, als je hier staat, krijg je een dilemma en een cadeautje. Nou, voordat we met het dilemma beginnen, haal ik even het cadeautje op. Jij zit in de brasserie Brandaris. Ja. Dus dan kan het niet missen om een mooie plaat van de Brandaris te hebben. De Brandaris bij nacht, die zul je vaak zien als je klaar bent met het werk. Ja, klopt. Dus geef hem een mooi plekje.
Nou, heel erg bedankt. En dan het dilemma oost of west? West. West? Ja, west. Waarom west? Een beetje meer leven. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, goed. Het is... Ik hou van drukte en alles om me heen. Dat vind ik gewoon fijn. Dus nou ja, dan is het heel makkelijk. Mag jij richting west lopen, loop ik richting oost. Dan wil ik je heel erg bedanken dat je zo snel erbij ja, kon zijn. Ja, last minute. En heel veel succes. Nou, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Hoi. Dit was het dan weer voor deze week. Vond je het journaal nou leuk? Geef ons dan even een duimpje. Heb je zelf nieuws? Mail ons dan op info@terschelling.tv. Blijf op de hoogte van wat er allemaal op Terschelling gebeurt en abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal. En wil je nog meer Terschellingen nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad De Terschellinger en ga hiervoor naar deterschellinger.info. Bedankt allemaal voor het kijken, prettig weekend en tot volgende week.